in de categorie Sportvrouw van het jaar 2023. Voor haar is Polen meer dan een avondje gezelligheid. Debbie Zwart. Zij is supersterk uit haar revalidatie gekomen. Mickey Roberts. Softbal. Dat was Debbie's sport. Tot ze 30 jaar geleden startte met bowlen. Speel je wedstrijden, dan is bowlen een heuse sport. Ballen kiezen zorgvuldig, per baan en spelsituatie. Bijvoorbeeld de sperbol om kaarsrecht te gooien. Ze wordt Tilburgs kampioen. Tweede op het NK 50+, tweede op het kwalificatietoernooi NK en wint het NK 50+ handicap. Op naar het EK! Mickey oefent al vanaf haar 14e op de corner, weet precies welke stappen te zetten. In 21 is het voor haar geen WK vanwege een knieblessure, maar eind 23 wel. Als centrale speel stuurt ze het team Jong Oranje aan, zet de powerknop van ieder op vol. Tegelijkertijd weet ze te verdedigen en te scoren. Haar team wordt wereldkampioen. Haar ambitie? Deel uitmaken van het Nederlands elftal.